Zullen we? Yes, yes. Oké. Ik denk dat er één onderwerp is dat we nog niet behandeld hebben. En dat is de ambitie, de toekomst. Ja. 10 jaar Helen B. Waar wil Helen Blanchard naartoe met Helen B? Ja. Als ik nergens rekening moet mee houden... Ja, dromen. We dromen. Ja, dan zou ik eigenlijk... ik heb het van in het begin gezegd. Van in het begin dat we met Helen B begonnen zijn, of dat ik met Helen B begonnen ben, heb ik gezegd, ik wil de wereld veroveren. Mm. En ik wil dat nog altijd. Mm. Ik wil eigenlijk graag de smile op mensen hun gezicht brengen wereldwijd. Ja, overal. Daar hebben we het nog niet over gehad. Hè? Je wil een glimlach, dat is wat je wil doen. Ja, dat is het doel van Helen B. Hè? Een glimlach op ieders gezicht. Ja. En dat wil je in heel de wereld. Ja, want we kunnen we kunnen er niet omheen, we kunnen niet ontkennen dat het leven hard is, dat de wereld vreed is, wat er allemaal aan het gebeuren is. En dat we daar op de een of andere manier een soort van bijdrage kunnen leveren door ervoor te zorgen dat mensen een dag iets vrolijker beginnen. Met een smile op hun gezicht, als ze een koffietje kunnen drinken uit een bekertje met een leuke tekening op. Ja. Dat is iets kleins, hè, maar ik denk dat dat wel gewoon echt belangrijk is. En dat blijft ons belangrijkste ambitie. Dus een ambitie met Helen B is verder de wereld veroveren en eigenlijk graag Azië en Amerika. En dat proberen we ook. Hè. Dat zijn we aan het proberen met beurzen te doen in het buitenland. En, graag ook nog zou willen, is een pop-up in Tokio bijvoorbeeld. Echt, ik zou dat fantastisch... Zijn aan het roken, hè? Ja, ja, maar pas op. Ja. Dat is een ambitie voor 2025, ik heb hem met Kim al besproken. Ik heb gezegd, Kim noteert al een keer voor 2025. En ze zei, ja, ik ga het doen, dat heeft het toch niet gedaan. ik denk, wat ik... In een van de vorige filmpjes al gezegd van ik ben ambitieus, maar het moet plezant blijven. Ja. En we gaan zien tot hoever dat plezant blijft. Hè. Ik denk, als er op een bepaald moment 1000 verkooppunten zouden zijn, dat we niet meer gemakkelijk zelf kunnen in de hand houden, of dat we dat niet meer kunnen regelen of managen, en dat er te veel gedoe is, of dan moeten we bekijken hoe dat anders kan. Maar ja, ik heb wel de ambitie om nog veel meer verkooppunten te hebben in het buitenland. Nu zitten we met heel mee in heel Europa, zitten we goed verspreid. Ja. We hebben er een redelijk aantal in Azië, maar natuurlijk is Azië gigantisch groot. Ja. We hebben er een redelijk aantal in de VS, maar de VS is ook zeer groot. Ja. Dus dat wil je nog zien groeien. Ik denk, als we 100 verkooppunten hebben, of meer dan 100 verkooppunten hebben in België, 100 in Frankrijk, 100 in Duitsland, dan denk ik dat 100 ook mogelijk moet zijn in Amerika en in Azië. Dat is de eerste ambitie, daar moeten we naartoe. Naar 100 verkooppunten in Amerika, 100 verkooppunten in Azië. Ja. We moeten gewoon alleen, het is niet het ideale klimaat voor de retail om te groeien. Maar als we ervoor zorgen dat we dat op verschillende markten kunnen doen, dan... ik zeg dat dat haalbaar is. Oké, dat is wel een mooie droom om te beginnen. Als we kijken naar... dit is Helen B die groeit. Als we kijken meer naar Helen B die handelt in de wereld, dan zie ik ook bijvoorbeeld samenwerkingen met een sociale werkplaats. Ja, ja. Dan zie ik het mee ondersteunen van goede doelen zoals Plan International. Ja, ja. Is dat ook iets dat je met Helen B in de toekomst wil uitbouwen? Ja, absoluut. Ik vind dat echt belangrijk. Zowel de sociale economie ondersteunen, mensen werk kunnen bieden die niet in het reguliere arbeidscircuit terecht kunnen. Het steunen van Plan International, we zijn
meter of ambassadeur van Plan International. We maken elk jaar een beker voor Internationale Vrouwendag, ja, waar dat dan een groot deel van de opbrengst ook naar projecten gaat van Plan International. Ik denk dat we als bedrijf ook gewoon een goed voorbeeld moeten geven aan iedereen. Ja. En goede doelen om meer... En meer goede doelen ondersteunen. Ja. Ook bijvoorbeeld onze inspanningen rond de duurzaamheid is ook iets dat heel belangrijk is en dat een ambitie is, hè, om zo duurzaam mogelijk en zo ecologisch mogelijk te gaan produceren. We werken samen met kleine bedrijven. We proberen zo lokaal mogelijk te produceren in mate van het mogelijke. Dat zijn allemaal dingen waar we inspanningen voor leveren. Dat is... Ja, dat is belangrijk. Dat is belangrijk, ja. We hebben het er al over gehad. Privé en werk vloeien in elkaar over. Je hebt al gezegd wat je met HLMB wil, of waar je naartoe wil met HLMB. Zijn er bepaalde privé dromen die je wilt delen met het grotere publiek? Privé, ja, we hebben ons huisje in Portugal nu. Hè? En daar is mijn grootste honger mee gestild. En ik denk dat de ambitie van ons, alle twee sowieso, is van Portugal als een mooie tweede thuis te kunnen uitbouwen. En het is daar al gezellig, maar ik denk dat we nog wel wat dingen kunnen veranderen. Dat de tuin en wow, dat we dat echt als een volwaardige tweede thuis kunnen gaan uitbouwen. En daar meer tijd doorbrengen, of? Zeker, als dat haalbaar is binnen HLMB, om daar langere periodes te gaan zijn, op vakantie, of om op afstand te werken, dan graag. Ja, graag. Oké. Okay. Dan denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van het alweer laatste filmpje. Maar ik heb nog ambities, hè. Ja. Zo rond het groeien van verkooppunten, maar ook met HLMB vind ik het ook leuk om in de breedte te gaan groeien. Vertel. Vorig jaar had ik, ondertussen is 2 jaar geleden, had ik plots het idee van die tekeningen wil ik meer tot leven laten komen. Die staan nu op bekertjes en op producten. Maar hoe tof zou het zijn om die meer tot leven te laten komen. En dan hebben we iemand gevraagd om daar animaties van te maken. Om die tekeningen een beetje te gaan laten bewegen. Maar ook door murals te zetten. Mooie muurtekeningen te maken. Ja, heb je er een aantal in Gent gemaakt. Ja. Aan zee heb je er eentje gemaakt. Dus aan zee? Ah ja. Jeugdhostel, dat is tof, hè, om die tekening dan in één keer echt in een mega groot formaat op een muur te zien tot leven komen door eerst dat te projecteren, die lijn te zetten en dan te gaan inkleuren. Ja, dat is leuk, hè. En daarnaast ook door samenwerkingen aan te gaan met andere goede, toffe bedrijven. We hebben nu een duvelglas mogen maken voor de Gentse feesten. Ja. Dat is tof om te doen. Er zit ook een toffe pyjama-collectie in de pipeline voor 2025 bij de Gentse bedrijf. Daar kijk ik ook vrij naar uit. Samenwerking met Bromtom, een B-corp bedrijf. Ja, dat is alleen maar leuk om te doen. En daar is mijn honger ook groot naar. Van, meer samenwerking. Ja, meer toffe samenwerkingen. Ja. En maatwerk vind ik ook nog altijd heel tof. Hè? Mensen die een gepersonaliseerde beker willen bedrijven. En dan een briefing geven van ja, we willen eigenlijk die boodschap meegeven via die tekening. Dat is niet altijd even gemakkelijk om dat in een tekening verwerkt te krijgen. Want dat houdt mij wel wakker en dat houdt mij wel fris. Ja, ja. Om mooie tekeningen te maken, ja, ja, ja. En om
creatief te blijven ook. Ja, ja. Zijn er nog ambities die ik over het hoofd heb gezien? Even zeggen. Er zijn er meer dan ik dacht dat er waren, blijkbaar. Oh ja, veel ambities, hè. Toffe nieuwe collecties blijven maken, ja. Een pop-up in het buitenland, zo toffe projectjes. Ja. Je weet dat ik graag in projectjes werk ook, hè. Zo iets waar we naartoe kunnen leven en altijd iets nieuws uitproberen. Zo, ik denk dat er nog heel veel mogelijkheden zijn ook met de tekeningen. Dus veel meer dan porselein, textiel, papierwaren, ja? Kurk. Dat is nu een nieuw product of nieuw materiaal dat we uit Portugal hebben meegebracht, maar ik... Sta open voor alles. Ja, ik sta open voor alles. Niet voor alles, maar voor veel. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Laten we het daarbij houden dan. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, is goed. Oké. Okay. Bedankt alleszins. Graag gedaan. Voor jouw tijd.